Met het zingen van kerstliedjes werd woensdagochtend op basisschool Reigerlaan het startschot gegeven voor een bijzondere actie van het Rode Kruis. De scholieren zetten samen met leerlingen van het Lorenz Casimir Lyceum kerstbomen op bij mensen die dat zelf niet kunnen. Een van hen is de 82-jarige Ria Lauwers. Nou, ik heb er niks zelf gedaan. Ik heb dat spontaan gekregen door het Rode Kruis. Want die vroegen mij, heb je een kerstboom dit jaar? Ik zeg, nee, want ik heb alles aan de kinderen gegeven. En toen zegt ze, ah, daar verzinnen wij wel iets op. En zodoende staat hier nou een kerstboompje achter mij. Hoe vind je het om iemand anders een kerstboom op te moeten bouwen? Leuk. En het is ook best goed voor het goede doel. Want ze kunnen niet zo snel de kerstboom opbouwen zoals wij. En vind je het gezellig? Ja, want veel oude mensen kletsen heel veel en daar kan ik wel goed mee omgaan. Ja, ik vind het heel gezellig om met die mevrouw te kletsen en zelf de kerstboom op te bouwen. En als het nu niet moest van school, zou je dit dan ook graag willen doen? Tuurlijk, om oude mensen helpen is juist wat ik leuk vind. Je zet thuis je kerstboom op, maar ik zou het niet zelf verzinnen om hierheen te komen. Mevrouw Lauwers is helemaal gelukkig met haar kerstboom. Nou, dat kunnen jullie eigenlijk niet voorstellen hoe blij dat ik daarmee ben. Dat ook net als het Rode Kruis aan mij denkt, maar ook aan nog meer alleenstaande mensen.